We hebben het al eens gehad over de vrachtwagenlift in Doornroosje in Nijmegen. Bij de Schouwburg in Amsterdam werden we geconfronteerd met een heel ander probleem. Er zou een nieuwe zaal komen, maar die kwam op 14 meter boven straatniveau. En het was duidelijk dat er een vrachtwagenlift moest komen. En er was eigenlijk maar één geschikte plek voor. Maar die werd al gebruikt voor de oude zaal. Dat was de oude Laat en Los. Als daar iets nieuws kwam, was die oude zaal niet meer bereikbaar. Nou, om dat op te lossen, hebben we eerst een vrachtwagenlift gemaakt in het bestaande gebouw. Er moesten wat kantoren sneuvelen, maar toen was er ruimte voor een grote vrachtwagenlift. En daarmee kwam die steeg vrij waar de vrachtwagens vroeger stonden. En daar bedacht we iets bijzonders. Een dubbele vrachtwagenlift. Eén vrachtwagen kan met de lift naar de nieuwe zaal op 14 meter. Daar wordt het plateau waar de vrachtwagen op staat vastgezet. En dan gaat die lift terug naar straatniveau om een tweede vrachtwagen op te halen die naar het toneelniveau van de oude zaal gaat. Dat idee werd door de andere ontwerpers weggelachen. Dat zou nooit mogen van het Liftinstituut, dachten ze. Maar dat viel mee. Het Liftinstituut zei: als die vrachtwagen boven staat en dat plateau wordt vastgezet, dan is het een vloer. De lift wordt heel veel gebruikt, maar niet dagelijks voor twee vrachtwagens. Als het nodig is, scheelt het veel tijd en dus ook veel geld. Toen deze bijzondere lift eenmaal geplaatst was, was eigenlijk iedereen vergeten dat het idee bij ons vandaan kwam. En natuurlijk had iedereen deze oplossing zelf bedacht. Is dat jammer? Nee, juist niet. Dat was misschien nog wel het mooiste compliment wat we kregen.